De G20 is op dit moment in volle gang op het Indonesische eiland Bali. Politieke en industriële wereldleiders zijn samengekomen om te vergaderen over de mondiale toekomst. Wat opvalt is dat dossiers die door de traditionele media lange tijd tot het land der fabelen behoorden, nu open en bloot uitgesproken worden. Blackbox-redacteur Bas Reiniersen die dook in de onderwerpen en presenteert ons vanavond de highlights. Ja, highlights. Klopt. Ja, de G20 is dus nu aan de gang op Bali. G20, en daar beginnen we mee. Wat is de G20? Ja, dus een jaarlijks congres zou je bijna kunnen zeggen. Dat loopt ook het hele jaar door. Je hebt eigenlijk per ministerpost heb je G20 evenementen in een heel jaar zitten. Bijvoorbeeld voor financiën of zo. Maar dit is eigenlijk de grootste, want dit is de World Leader Summit, zeg maar. Dus alle staatshoofden of regeringsleiders die komen hier bijeen. Dus hier op De foto hier zie je er al twee. De dresscode is pyjama of zo. Ja, precies. Gewoon een pyjama party. Hawaii shirt. Want wie zien we hier, Bas? We zien hier Trudeau. We zien hier daarnaast de nieuwe premier van de UK. En natuurlijk Klaus Schwab. En waarom die er is, daar zou ik zo op terugkomen. Maar ja, je kan je ook afvragen, 20. Ja, het zijn dus eigenlijk de 20 grootste landen met het grootste wereldwijde bruto nationaal product. En inwonersaantallen. Nou, en Nederland die is er ook bij. Die hoort niet bij de grootste inwonersaantallen uiteraard. Dus die is er als gastland bij. Oh. Dat is al een paar keer geweest. Vorig jaar zijn ze er ook wel als gastland bij. Ik heb ook een foto van de delegatie die is afgereisd. Dat is Mark Rutte en Sigrid Kaag. En ja, in eerste instantie vond ik het wel opvallend dat Sigrid Kaag ook weer meeging. Het lijkt altijd van als Mark Rutte ergens moet komen, dat dan Sigrid Kaag ook meegaat. Op zich zijn er wel delegaties, maar lijkt alsof we altijd Kaag mee moeten. Ja, dan gaat zij het stokje overnemen. Bedoel je van Rutte? Dat Rutte in één keer afzwaait naar een internationaal baantje bij het World Economic Forum. Ja. Dat Kaag dan de eerste vrouwelijke premier van Nederland of zo wordt, zoiets. Ja, het kan ook niks betekenen. Ik bedoel, er zijn ook delegaties met tolks en andere ministers. Ja. Maar ja, inderdaad, Kaag heeft altijd een rol in dit soort reizen. En het was een foto die we lieten zien, maar er staat wel een tekst onder. Ja, eigenlijk is dit een screenshot van een video die ze hebben gemaakt. En ze reflecteren eigenlijk op de grote thema's die ze gaan bespreken. Nou, aan de ene kant zat de coronamaatregelen die de afgelopen jaar zijn geweest. Maar ook het conflict in de Oekraïne met Rusland. Ook een land wat eigenlijk niet in de G20 zit, dat is Oekraïne. Die was daar toch weer aanwezig, maar via een Zoom-call. Dat zie je ook weer hier in het volgende beeld. Dat Zelensky daar aan het woord is. Dat is op zich ook al opvallend. Want, ja, enorm groot scherm. Wat krijgt hij boos? Ja, het zit omhoog. Is dat normaal dat ze zulke grote schermen gebruiken? Het lijkt wel die film van Orwell. Ja, 1984 met grote broer. Sorry, maar dat is meteen een associatie. Maar goed, Oekraïne is dus gastland. Zelensky die heeft daar gesproken. Dan gaan bij mij meteen belletje rinkelen. Was Poetin ook aanwezig? Is Rusland een van die G20? Ja, Rusland is uiteraard een van de grote landen die daar aanwezig zijn. Hij wilde ook komen, Poetin. En er waren ook heel veel wereldleiders die zeiden van als Poetin komt, dan is het prima. Ik bedoel, hij hoort gewoon bij die G20. We moeten ook de grote thema's bespreken met hem. Alleen hij heeft dus een aantal weken geleden afgezegd. Zij heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken wel als vervanging gestuurd. Dus ja, als het om de oorlog in Oekraïne gaat, ja, dan is dat een beetje gênant natuurlijk wel dat hij erbij zit. Maar voor de rest gaat het ook over andere zaken waar hij bij aanwezig kan zijn. Maar het meest interessant wat ik eigenlijk vond van de G20, en dat zie je ook heel veel nu op socials voorbij komen, zijn de video's van de B20. En dat is eigenlijk de business tak, dus B staat voor business, van de G20. Dus daar heb je niet regeringsleiders, maar eigenlijk captains of industry, dus commerciële bedrijven zoals Unilever is de CEO overgevlogen. Maar ook NGO's, dus de Verenigde Naties is er ook bij. Maxima, kom ik zo nog even op terug. En dus ook World Economic Forum, Klaus Schwab is er ook. En ja, op zich vond ik dat ook al apart, want ja, het is geen echt bedrijf. Het is meer een soort forum, dus een groep waar bedrijven samenkomen. Maar dat je dan een forum uitnodigt bij een ander forum, dat kon ik niet helemaal plaatsen. Maar het mogen dus duidelijk zijn dat Klaus Schwab echt wel knopen kan doorhakken en iets te vertellen heeft. Ja. En hij had ook heel veel te vertellen. Ik heb een beeldje meegenomen. Ja, we zien Klaus Schwab bij de G20 op Bali. Of course. If we look at all the challenges, we can speak about a multi-crisis, an economic, a political, a social, an ecological, an institutional crisis. But actually, what we have to confront is a deep, systemic, and structural restructuring of our world, not just reacting, but constructing the future with a purpose.
We should use this transition time with a clear concept of what we want to achieve, how we want to come out of this transition time. We want to come out as a more sustainable, more resilient and more inclusive world. Ja, hij herhaalt het heel vaak, transitietijd. Ja, die laatste moest ook, hè? Inclusive. Ja. Hij moest ze hebben hun eigen drie-eenheid, zeg maar. Hè? Ja, zoals je ook vrijheid, gelijkheid, broederschap. Zo heeft de Zitvols Industrial Revolution. Ja, ja. Die heeft dan inclusive, sustainable. En wat was die andere ook maar weer? Resilient. Comprehensible. Ja, veerkrachtig. Dat is ook wat koning Wim Lex ook steeds gebruikte. Dat veerkrachtig. Mm. Maar ga verder. Ja. Is er dus consensus over het feit dat ze in een transitietijd zitten? Nou, dat roept hij al heel lang, ook met de Great Reset. Van we zitten nu in een tijd dat we vooruit moeten, een nieuwe fase van ons leven in moeten. Dus die vierde industriële revolutie. En het valt me op dat hij hier er wel heel veel urgentie ook bij plaatst. Dat hij echt zo zegt van nu is het moment dat we echt door moeten pakken. En het is eigenlijk niet meer heel erg conceptueel of zo. Nee, we moeten echt nu dit gaan doen met z'n allen. En het gaat ook wel echt ergens over. Het is niet een netwerkcongres of zo dat ze gewoon even met elkaar gaan babbelen. Nee, dit heeft echt effect op beleidsmatige keuzes van de G20. Want ik heb ook opgezocht, wat doen ze dan verder? Nou, ze hebben echt zes taskforces opgezet om na te denken over, ik noem ze even op, trade and investment, energy, sustainability, climate en digitalisatie en financiën. Nou, vooral digitalisatie, dat is natuurlijk een beetje zijn uithangbord. En aan het eind van de rit, dus volgens mij is gisteren of vannacht de B20 afgelopen. Nou, en dan per taskforce komt er echt zo'n dossier. Die hebben we ook al gezien op social media. Komt er zo'n dossier per taskforce om aan de G20 te overhandigen. En dan moeten zij dus met die adviezen moeten ze wat gaan doen, blijkbaar. En ja, ik vond het toch wel een beetje beangstigend. Hè? Dat blijkbaar ze toch heel veel te vertellen hebben, die bedrijven daar. Het is een soort oorlogstaal, hè, die zij bezigen. Van complete herstructurering. Alsof is er eerst iets kapot gemaakt, net als bij een oorlog. En moet dat nu helemaal... Hij noemt ook al die crisissen. De crisis is heel compleet. Op elk terrein van ons leven is er nu crisis. Dus zij voelen zich volledig... Wat is dan precies de autoriteit waaruit Klaus Schwab spreekt? Want je had het net over die bedrijven met invloed. Maar Klaus Schwab is niet eigenaar van een bedrijf. Nee, dat is inderdaad wat ik net ook al probeerde aan te geven. Van, ze hebben dus NGO's en grote multinationals uitgenodigd. Maar hij spreekt namens het WEF. En WEF is gewoon een forum. Dus je hebt dus een forum, dat is de B20. Mm-hmm. En wie nodig je dan uit? Een voorzitter van een ander forum. En dat is eigenlijk heel gek, want je moet namens een bepaalde autoriteit spreken, een bedrijf, een onderneming. Ja, maar ik denk dat hij het gezicht is van, omdat het WEF natuurlijk voorop wil lopen, zeg maar, van alle bedrijven. Want als je al bij het WEF hebt gezeten, dan heb je eigenlijk al je gekoppeld en geleerd aan de plannen van het WEF. Ja. Kun je al die andere dingen nog, hè, andere bedrijven nog niet hebben afgesproken. Het unieke is nu misschien jij nou ook zegt, is dat normaal kwamen die mensen naar Davos toe. Ja, klopt. Ja. Maar nu komt Davos naar die mensen toe. En het is voor het eerst dat hij dat in het open doet. Alsof hij een soort geheime leider achter de coulissen die nu eens op de voorgrond reed. Ja. Zie je dat zo? Ja, inderdaad. Ja. Nou, hij geeft dus ook echt adviezen. Dat is het bijzondere eraan. En we moeten nog gaan bekijken of die adviezen dan ook worden overgenomen. Ja, daar zal ik zo ook nog even op terugkomen. Maar daar ontbreekt ook een soort democratisch proces. Hè? Ik bedoel, je kan niet zomaar als Rutte daar is en Kaag zeggen van, oh, nou ja, als Schwab dit zegt, dan gaan we dat morgen doen. Nee, dat zou dan eerst door de Kamer heen moeten. En door onze Eerste Kamer ook nog. Maar ja, daar lijkt het proces een beetje aan voorbij te gaan. Van, oh ja, nou, adviezen, we gaan er wat mee doen. Maar goed, ik zal er zo op terugkomen. Er zijn nog meer fragmenten die jij wilde laten zien. Klopt. Hè? Dus hij heeft het heel erg over digitalisering, dat doorgepakt moet worden. Nou, er zijn ook andere sprekers geweest bij die B20. Die dat hebben willen vormgeven. Eentje daarvan is Budi Sadikin. Dat is eigenlijk de Ernst Kuipers van Indonesië. De minister van Volksgezondheid. Ja. Dus ook de man die ervoor heeft gezorgd dat iedereen die Indonesië binnenkomt gevaccineerd wordt. Dus niet moet zijn. Nee, dan word je even apart genomen en dan word je gewoon geprikt. Dus bijna uitzonderlijk. Want zelfs in andere landen heb je wel een verplichting, maar dan word je gewoon teruggestuurd. Maar hier word je gevaccineerd. Maar even dat gezegd hebbende, je ziet het ook, hij is ook lid van het World Economic Forum. En hij had eigenlijk heel veel te vertellen over de DCC, dus de Digital Corona Certificate. Dat hij daar nog wel een beetje in door wil pakken, namelijk met het zogeheten Digital Health Certificate. Gaan we kijken naar een fragment van Budi Sadikin. So let's have a Digital Health Certificate acknowledged by WHO. If you have been vaccinated or tested properly,
then you can move around. So for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, which clogged the economy globally, you know, you can still provide some movement of the people. Indonesia has achieved, G20 country has agreed to have this digital certificate using WHO standard, and we will submit into the next World Health Assembly in Geneva as the revision to international health regulation. So hopefully for the next pandemic, we can still see some movement of the people, some movement of the goods and movement of the economy. Ja, hij is dus duidelijk een voorstander. Ja, ja. Dit is echt wauw inderdaad. Ik wil er ook even erbij vertellen, hij is dus minister, dus hij is ook geen CEO of zo. Dus hij is zowel beleidsmaker als iemand die advies moet geven aan de beleidsmakers. Dus het is ook een soort dubbelrol. Ja, hoe zie jij dan de scheiding van de machten sowieso bij dit soort conferenties? Ja, dat vind ik heel moeilijk. We hadden het net al bij de voorbespreking een beetje over. Van eigenlijk zou dat heel erg gescheiden moeten blijven, toch? Nee, maar bij de WEF is dat al lang niet meer zo. Daar heb je gewoon privaat en publiek wat gewoon samen is gesmolten. Want die kunnen elkaar versterken. En die maar hij spreekt hier als minister namens een land. Ja, maar dit is dus typische 2030 agenda, wat je overal ziet. Of het nu bij ontwikkeling van die groene energie gaat. Ja. Of waar dan ook maar. Het is gewoon de samensmelting van overheid en het grootbedrijf. En dan privaat gewin op publieke kosten. Dus je zag ook, trouwens, hij was ook afkomstig van de ABN AMRO Bank in Indonesië. Ja. Hij is bankier. Ja, hij is ook bankier. Dus je ziet helemaal geen onderscheid meer. Dat is een officieel SDG-doel ook. Hè. Dat heet Public-Private Partnerships. Mm. Maar het betekent gewoon een vervaging tussen grensoverheid en publiek en privaat. Ja, en ik vind het als journalist ook weer zorgelijk dat hij praat hier ook een beetje als een bankier. Hè. Hij heeft over vrijheid van goods en de economie. Maar hij is minister van Volksgezondheid. Hij zou zich eigenlijk bezig moeten houden met hoe het volk ondergaat aan zo'n Digital Health Certificate. Nou, we hebben hier de onderzoeken gezien. Ja. Ja, mensen ondergeschikt aan geld. En aan, heel, heel bijzonder. Nou, en dan ook uit eigen land, wil ik bijna zeggen. Maar ja, het is eigenlijk uit een ander land. Maxima die was niet daar live aanwezig, maar ze had een video opgenomen. En daar was zij niet als koningin van Nederland, maar eigenlijk als afgezante van de Verenigde Naties. Want zij houdt zich al heel lang bezig met hoe de digitalisering van de economie zich wereldwijd moet doen ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld met internetbankieren was zij toen al bezig, jaren geleden. Maar nu is ze iets radicaler gaan denken. Het houdt niet op bij internetbankieren. We moeten meer willen dan alleen ons digitaal bezighouden met geld. Dat heeft ze ook uitgelegd. Okay. Nou, dan introduceren we haar dus niet als koningin Maxima, maar als Maxima Serengeti. We gaan er naar kijken. But we should move beyond payments. A broad range of financial services, such as savings, insurance and credit, are needed for individuals, households and SMEs to fully benefit from the digital economy. We also need continued commitment to put in place a digital financial infrastructure that is inclusive, safe and equitable. Greater connectivity and digital IDs allow access to financial services for millions previously left behind. Ja. Wat zegt zij hier? Wat ze eigenlijk zegt is, heel veel landen die hebben het nog niet zo op de rit digitaal gezien met financiën. Dus moeten wij daar wat aan doen. Dus we moeten eigenlijk naar een digitale munt gaan. In ons geval zal dat dan een digitale euro zijn. Er zijn ook al gesprekken over. En daar moet dan ook het hele digital ID aan gekoppeld worden. De digital wallet. We hebben er heel veel over gesproken afgelopen weken met Paul Buitink en Jelena Postuma. Maar ja, we weten ook, de EU die heeft hier al plannen voor. En die zijn niet meer conceptueel. Er zijn gewoon al pilots in de wereld en in Nederland. En ik had ook laatst gelezen wat er bij de voorbespreking ook over. Dat volgens mij Nigeria was er ook al een digital ID met een digital wallet ingevoerd. Nou, je ziet niet dat meteen goed gaat ook. Dus het is nog maar de vraag of het allemaal gaat bereiken wat zij voor ogen heeft. Maar hoe kan dat dan? Maxima praat hierover. In Nederland hebben wij pas volgende week een keer een debat over de mogelijke stappen richting een CBDC. En dat zij hier zo actief al voor pretendeert. Ja, en zeker dus die dubbele pet die zij heeft. Want zij is zowel koningin, volgens mij ben je dan niet staatshoofd, maar vrouw van het staatshoofd. Dus zij zou moeten weten van we hebben gewoon een democratisch proces in Nederland. Dat gaat eerst door de Tweede Kamer heen. Wat jij zegt, 23 november, een debat over. Daarna komt het nog eens een keer door de Senaat heen, dus de Eerste Kamer.
Dus het is nog helemaal niet zo zeker dat dit allemaal gaat gebeuren. En dat valt mij het meest op. Dat is ook een beetje mijn conclusie. Ik denk dat zij wel zeker denkt te weten dat het gaat gebeuren. Ja. Ja, of ze weten in het democratisch proces, het loopt gewoon parallel aan hun proces. En wat de uitkomst is van het democratisch proces, ja, dat staat al vast. Ja. Of dat leggen ze gewoon naast zich neer. Dit gaat al jaren zo. En leave no one behind, dat soort taal. Ik denk dat heel letterlijk. Iedereen in Afrika, in Europa en de hele wereld moet in dit systeem meegaan. Bij een onheilspel. Dit is wat zij zegt. Het is echt heel onheilspel. Dat is ook dat inclusie. Dat klinkt meer een soort gevangenis, zeg maar. Inclusief gevangenis. Iedereen. Ja, iedereen arm, iedereen slaaf, zeg maar. Ja, dus het klinkt een beetje zwart-wit. Maar jullie hebben wel gelijk. Wat je dan ziet, dat wereldwijd, dat inclusie, dat zorgt eigenlijk voor dat je als land alleen eigenlijk helemaal niet meer kan zeggen van, oh ja, maar misschien willen wij dat helemaal niet. Nee. Daarom doen die conservatieven. Precies, dat is wat inclusief betekent. Ja, exclusie. En daarom doen die inclusief naar conclusie. We gaan daar naartoe conclusief. Werken. Ja, conclusief, inderdaad. Ja. Nou ja, laat ik daarmee afsluiten dan dat het nog niet zo is dat wij per se in de momenten mee moeten. We hebben echt nog wel zelf wat te zeggen. Daarom doen die conservatieve partijen het volgens mij ook zo goed, zoals Meloni in Italië en die rechtse partij in Zweden. En wij hebben natuurlijk ook provinciale statenverkiezingen in Nederland. Over een paar maanden is dat al 4 maanden. Maar is er ook een kritische noot geweest op die G20? Dus door landen die zeggen van, nou, wij zien het toch anders? Of op die B20, maar dan zou ik interessant vinden. Nee, ik denk toch dat die ontwikkeling is dat mensen niet meer echt in grenzen denken, maar vanuit een G20 of een WEF of een EU denken van, wij moeten het met z'n allen doen. Ja. Maar je hebt de peilingen gezien, PVV staat bovenaan, JA21, BBB, hele conservatieve partijen die zich juist afzetten tegen dit soort ideeën. Dus ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk wat er gaat gebeuren als er een nieuw senaat komt volgend jaar. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel Bas. Hele tafel wil ik graag bedanken voor jullie bijdrages. Dankjewel.